Cyprus is in de problemen. Griekenland blijft een financieel zorgenkindje. En de volgende landen die hulp nodig hebben, dienen zich al aan. Volgens trendwatcher Ajit Bakas is deze situatie niet houdbaar. En gaan we toe naar een heel ander Europa. Ja, wat is dan het grootste verschil met het huidige Europa? Dat je gewoon ook veel meer rekening houdt met cultuurverschillen. Cultuurverschillen tussen Noord- en Zuid-Europa bijvoorbeeld. Kijk, een van de problemen daar is dat mensen geen belasting betalen, waardoor de overheid minder geld heeft om scholen en ziekenhuizen te bouwen. Maar waarom moeten wij dat dan betalen? Het geld staat in Zwitserland. Als ik voor Zwitserse banken optreed, zeggen ze, als je geld wil, moet je oorlog beginnen tegen Zwitserland. Want geld zit hier. Maar van het Zwitserse leger winnen we nooit. En oorlogen zijn zo uit de mode. Dat is geen trend meer. Dus knip maar op. Ja. Massamoordenaar Anders Breivik mag van de gevangenisdirectie niet naar de begrafenis van zijn moeder. In de rubriek Zwart-Wit bespreken we dit ethische dilemma met VU-theoloog Bert-Jan Lietaert-Peer-Bolte. En dichter bij de dag is vandaag Anne Broeksma. Zij maakt vandaag haar debuut als dichter bij de dag. En haar gedicht hoort u tegen 16:30. En wilt u reageren op de uitzending? Ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter met de hashtag DDD. Ook in Madrid gaat het voet mis. De politie pakt tientallen betogers op. Door een staking ligt vrijwel het hele land plat. Komt erop neer dat Spanje nu net boven de zogenoemde junk status hangt. Nog meer bezuinigen treft de Griekse bevolking te hard, zeggen de bonden. Zelfs een gemoedelijke Griek kan door al die bezuinigingen veranderen in een opgewonden standje. Veel Grieks-Cyprioten zijn woedend omdat de kleine spaarder 7% moet gaan afdragen aan een reddingsplan voor de bank. De overheid is bang dat de Cyprioten massaal hun geld willen opnemen. Europa leent 10 miljard euro aan Cyprus. Ja, trendwatcher Ajit Bakas. De euro heeft ze langste tijd gehad. We hebben in de geschiedenis 150 muntunies gehad voor de euro. Alle 150 zijn verdwenen. Waarom zou deze het wel houden? Ja, maar hoe lang nog? Nou, ik denk nog wel een paar jaar, omdat de euro een liefdesbaby is van de politici, van de politieke elite in Europa, van links tot rechts. Die vinden het mooi, die vinden het geweldig. En het is net als wanneer je dochter thuis komt met een jongen die je niet ziet zitten. Die moet je dan ook de hemel in prijzen. Als je zegt, het is een. Als je er vanaf wil. Als je er vanaf wil. Ja, nee, je moet nooit zeggen dat. En dat is eigenlijk hetzelfde ook hiermee aan de hand. En hoe meer de antikrachten er komen, hoe verbeterder de politici dat ding vast willen houden. Want zijn die antikrachten al sterk volgens u? Nou, je ziet, ik heb nu heel veel lezingen gehouden in Zuid-Europa, vooral in Italië. Daar zie je de woede onder de burgers, onder de kiezers, die de politici moeten kiezen. Die neemt enorm toe. En de woede tegen Noord-Europa, met name tegen Duitsland. En dat is dus heel nadelig voor Duitsland. Want Duitsland en ook Nederland verdienen goed aan de exporten naar Zuid-Europa. Maar als ze ons gaan haten en onze merken gaan haten, kopen ze onze spulletjes niet. Maar de euro is net zo goed hun merk als ons merk, toch? Nee, ze zien het meer als ons merk, omdat ze vinden dat wij ze een dictaat opleggen over hoe zij hun land en hun hele financiële systeem en hun bankensector en alles moeten inrichten. Zo zien ze dat, zo voelen ze dat. En de E van economie is ook de E van emotie en ook de E van energie. En als zo'n constructie zoveel negatieve energie en zoveel negatieve emoties oproept, moet je toch gaan nadenken over iets anders. Nu maar het is toch voor ons ook positief? Ik bedoel, als gewone burger is de euro toch ook heel prettig? Ik vind het heel handig dat ik nooit mijn geld hoef te wisselen binnen Europa. Dat is ook zo, maar op zich kun je dat technisch oplossen met computerprogramma's. Ik geef nu veel lezingen in Noorwegen, daar hebben ze de Noorse kroon. Ik betaal niks, contant, alles gaat digitaal en alles wordt onmiddellijk omgewisseld. Het is geen enkel probleem. En in Scandinavië hebben ze zo'n muntunie gehad, de Scandinavische muntunie. En daar hebben ze afscheid van genomen. Om dezelfde reden als nu, cultuur. Cultuur is sterker dan structuur. Wij denken best dat ze in Scandinavië allemaal knekkenbreud eten en te veel zuipen. Dat is ook zo. Dus het heeft gemeenschappelijke cultuur. En toch zijn de verschillen tussen Denen, Zweden, Noorden, wat dan ook. Dus ze hebben die unie opgeblazen. Ze hebben hem zelf afscheid van genomen. En ze hebben de eigen munten weer ingevoerd. En ze zijn nationaal verder gegaan. Dus die constructie kan nog steeds. Ook al roepen heel veel mensen dat dat niet kan. Het kan nog steeds. Mijn voorkeur is overigens een andere. Ja. U schreef gisteren geloof ik een stuk op de Dagelijkse Standaard, een internetwebsite, waarin u zei, veel rijke Europeanen die geloven helemaal niet meer in de euro. Nee, en dat vind ik ook een interessante. Kijk, het leuke van Trendwatchers is, wij zijn straatmadelieven, dus wij komen overal. En ik heb de afgelopen maanden veel lezingen gehouden voor private banks. Overal in Europa, van Luxemburg tot Zwitserland tot Noorwegen, waren superrijke bankieren. En die zeggen allemaal, dat wordt niks. Wij geloven er niet in. En ze hebben ook hun geld inmiddels niet meer in euro staan? Nee, en een van de. Maar ze zetten dat nooit voor de camera. De enige die het op camera heeft gezegd is George Soros. Die heeft het in Nieuwsuur gezegd. Dat is een rijke weldoener, hè? Dat is een van de 500 rijkste mensen in de wereld. Hij geeft een deel aan goede doelen, maar het meeste is voor zichzelf. Ah, dat toch? Hoort ook zo. Okay. Maar wat hij dus. Wat Soros was, die was de eerste die op tv zei: ik heb mijn spaargeld helemaal niet in euro's. Want het klapt, de euro klapt en de EU klapt. Waar is dan en dan wel? Hoor ik off the record van al die rijke mensen. Die zeggen dat allemaal. En één ding heb ik in mijn inburgeringscursus geleerd. Rijke mensen verliezen nooit.
Ook niet meer op Cyprus. Hè? Ze hebben hun geld al lang weer weggehaald. Ja, via Engeland via de was het gegaan, ja, geloof ik. Dat had je kunnen weten. Hmm. Waar hebben ze het geld wel? Hoe bedoel je? Nou, of ze het niet in euro's hebben? Nou, je moet het hebben bijvoorbeeld in aandelen in relevante bedrijven. Je moet het hebben in Noorse kronen, in Zwitserse franken, in dollars. Dat is ook een van de redenen waarom die dollar nog steeds goed blijft doen, ondanks de enorme schuldenlast in Amerika. Het is een vluchtmunt. En ja, dat zie je ook met andere munten. Ja. Maar in van alles hoor. Ik moest nu optreden op het alcoholcongres. Het is echt geweldig. Dat u daar nog tijd voor had. U treedt echt overal. Ja, maar het is geweldig. Weet je waar ze nu in beleggen? Oude whiskies. Single malt whiskies, 50 jaar en ouder. Die worden nu met duizenden kratten tegelijk aangevoerd en opgeslagen. Ja. Kijk, als het fout gaat, heb je er in elk geval nog plezier van. Heb je in ieder geval nog whisky. Ja. U heeft een oplossing en dat is Europa opsplitsen in vieren. Niet ja, in tweeën, maar in vieren. Ja, want ik denk dat als je kijkt naar Noord, Zuid, Oost, West, dan kun je het beste op die manier opdelen. En dan zeg je bijvoorbeeld, dan maak je Engeland, Ierland, Schotland, zet je er met elkaar. Dat is toch één cultuurgroep. En ik noem dat Groots-Brittannië. Dan doe je de Hanse-staten bij elkaar. Want wij hebben in de tijd met de Hanse-steden in Nederland, Scandinavië, Duitsland, we hebben heel goed zaken gedaan. We kunnen goed met elkaar. Dus dan doe je Scandinavië, Nederland, Vlaanderen, Duitsland, ja, Oostenrijk. Ja, u splits België ook meteen even op voor ja, het gemak. Dat heeft toch ook geen zin. Dus Doe dat maar in één keer. Als we toch grote schoonmaken houden, doe het in één keer. Ja. En dan maak je daar een wat lossere unie van. Dan zeg je de zuidelijke landen, daar maak je de nieuwe Latijnse muntunie van. Spanje, Italië, Griekenland, Cyprus. Frankrijk. Ze hebben vroeger een Latijnse muntunie gehad, dus het is ook niet zo raar. En dan doe je Oost-Europa zijn eigen. En dan heb je die vier cultureel vergelijkbaar. Iedereen in cultureel vergelijkbare blokken. En natuurlijk moet je wel met elkaar samenwerken. Want immigratie, klimaatverandering, energie zijn allemaal dingen die over grenzen heen gaan. Dus je moet een vorm van nabuurschap hebben. Maar de euro is weg, we hebben allemaal een eigen munt. Of één eigen munt. Of de Scandinaviërs zeggen, we kunnen ook terug naar elk een eigen munt. En zeker in dit internettijdperk, alles wordt door computers omgewisseld. Ja, maar ik wil weten wat u vindt, niet wat de Scandinaviërs vinden. Nee, maar die Scandinaviërs hebben dit eerder meegemaakt. Dus ik vind dat wel interessant. Ah, okay. Mijn voorkeur zal zijn één munt per unie. En dan zou je de supermarkt als leuke nieuwe munt. Dat die hebben wij dan, de supermarkt. De supermarkt. Maar in plaats van de Deutsche Mark, de supermarkt. Wat lossen we hier nou mee op? We lossen ermee op dat constant een transferunie blijft bestaan, waar je tot in de lengte der jaren geld van noord naar zuid transporteert, wat beide niet gelukkig maakt. En beide uiteindelijk economisch down brengt. We zien dat bijvoorbeeld in Italië. Rond 1880 werd Italië verenigd. Noord- en Zuid-Italië waren toen even rijk, kregen toen één munt, de lire. En het gevolg was, Zuid-Italië verarmde, Noord-Italië werd rijker. En wat in Italië gebeurde rond 1880, gebeurde in het klein, gebeurt nu in het groot in Europa. Niemand wordt hier gelukkig van. Maar wie wordt er rijker van? Er zijn een heleboel mensen die er rijker van worden. Op zich zie je dat in de financiële industrie een deel van de mensen rijker ervan worden. Maar van die vier muntunies bedoel ik? In principe zou ieder dan op zijn eigen manier door kunnen. Kijk, vier keer winnen, daar geloof ik niet in. De Italianen zeggen tegen mij dat ook de Chinezen, iedereen koopt Italiaanse merken. Iedereen wil Dolce Gabbana en ga maar door. Die zeggen, als wij kunnen devalueren, kunnen we makkelijker exporteren. Geen treinen, maar andere treinen dingen. Doe maar even niet. Maar ze zijn ontzettend goed in design. Ze maken prachtige kleren, schoenen en iedereen wil ze kopen. Dus wat zou er nou gebeuren? En Argentinië heeft dat eerder gedaan, hè? Ook gedevalueerd. Ja. Mexico hetzelfde. Tel bij kant. Ja, dankjewel, Thijs. In uw... Ik help je. Ja, nee, zeker. Dit was ook dankbaarheid. Okay. Dankbaarheid. Jongens, rustig. In de door jou, we kennen elkaar, dus ik zeg jou, geschetste constructie van vier unies. Wat was er dan gebeurd nu met Cyprus? Wie had dat opgelost? Dan hadden de zuidelijke landen met elkaar Cyprus opgelost. Het probleem is Cyprus opgelost, of niet. Want in Amerika zien we hetzelfde. Die Verenigde Staten van Amerika zijn helemaal niet zo verenigd als iedereen denkt. Daar laat men gewoon een staat failliet gaan. Dan zegt zo, ja maar dan, pech gaat. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat Spanje, Italië, Griekenland, Portugal tegen Cyprus zouden zeggen. Bekijk het maar. Ja, sorry. Ja, precies. En als dat gebeurt, wat gebeurt er dan met zo'n zuidelijke muntunie? Niet zo heel veel. In Amerika zie je ook gemeenten en staten failliet gaan. Dan is het afschrijven, uithuilen en opnieuw beginnen. En de schuldeisers zijn hun geld kwijt en uithuilen en opnieuw beginnen. Dan moeten we niet te moeilijk over doen, zegt u. Nee, Zou u misschien nu ook zeggen tegen Cyprus, nu er nog één munt zijn, of niet? Ja, laat maar failliet gaan. Ja, laat maar failliet gaan.